happy people of the world. Oh my god, die bus. Much better, thank you, Mr. Concealer. Oh, het is vandaag. Vrijdag de 13e. Wow. Vrijdag de 13e dus en ik heb een healthy ontbijt gemaakt. En ja, ik mag het ontbijt noemen jongens, want het is 9:20. Ik weet niet waarom ik wakker ben. Maar ik ben wakker sinds 7:30. Ik weet niet waarom. Ik kan gewoon niet slapen. Het is niet dat ik heel vroeg ga slapen ben, want het is na 1 uur volgens mij. Of rond 2 uur of zo. Maar ik kan gewoon niet meer slapen. Dus jee, op mijn vrijdag ben ik om 7:30 wakker. Het is een healthy fruitsalade ontbijt met daarin 500 gram aardbeien, een banaan, een appel en een gesqueezede mandarijn. Want de sinaasappels zagen er niet echt meer uit. Dus ik heb het met een mandarijn gedaan. Ja. Mijn haar ziet er ook niet uit trouwens. Sorry. Het heeft vannacht gesneeuwd, jongens. En de meeste sneeuw is gesmolten wel al. Maar het is er wel nog. Check. Maar er komt nog meer sneeuw aan, heb ik me laten vertellen. Kan ik jullie hier op een bepaalde manier. Ik heb gisteravond 2 video's opgenomen. Die wil ik vandaag wel gaan editen. Eventueel wat nieuwe video's ook schieten vandaag. Liefst ook een paar hoofdstukjes rijexamen nog leren. Ik ben intussen bij hoofdstuk 14. Er is niet echt heel veel opgeschoten deze week. Ik probeer 's avonds minstens 1 hoofdstuk te doen, maar soms komt het er gewoon niet van. Ja, dan niet. Maar ik probeer het wel te doen. En verder ga ik opruimen, denk ik. Nou, niet dat er heel veel op te ruimen valt, maar ik wil een beetje orde op zaken stellen hier. En ik wou ook vandaag gaan zwemmen, maar dat gaat hem ook niet worden met het weer. Ook al is het zwembad 5 minuten fietsen, maar nee. Nu met die sneeuw, I don't think so. Ik ben aangekleed, dus wat ik aan heb vandaag echt met super chillen. Zo, ja, het zijn het slofjes met daaronder sokken, een chille baggy broek. Ik kan echt niet praten vandaag, wat is het? Een chille baggy broek en hieronder gewoon een topje, omdat het eerste was dat ik kon vastgraaien van de stapel. En een, ja, mijn blazertje erover. Ik vind het goed voor vandaag. Ik heb ook de kachel aanstaan, want het is hier zo koud. Intussen is het 20, 21 graden aan het worden. Maar het is hier anders zo fucking koud. Hier in de kamer. Vandaag ook op heb is de Little Christmas Factory van Essence. Vind ik wel leuk om hier ook even aan te doen, nu het toch kan. Nu het toch winter is, kan je dit soort scheurtjes nog aan doen. En dan ga ik ook even een umbrella opzetten. Vind ik schoon. Ja, kan er mee door. Hoppa. Ik ben tv aan het kijken. Samson en Gert. Want ik heb WannaGoGo. En voor diegenen die WannaGoGo niet kennen, dat is een soort van Netflix, maar dan van Studio 100. Laat het dan zo omschrijven. Dus je kan het op de tv nemen. Proximus TV heeft het in het abonnement. Dit deden ook raar deze morgen. Ik hoorde ineens plunge. Toen waren ze ineens echt super rustig en ze bewogen bijna niet meer. En mama dacht misschien... is een pompje de elektriciteit of zo, hebben ze een schok gehaald. Maar voorlopig, de pomp staat weer aan. Jezus, mijn stem. De pomp staat nu ook weer aan. En er is op zich niks van te merken. Maar ik wil jullie Dottie laten zien. Kijk. God! Kijk, we hebben ook een nieuw modem. Nu hebben we ook snel internet. Jippie. Maar heb je het koud, Dottie? Ja. Update van de vlooien. Ik heb hem weer in bad gestopt. En ja, we hebben tegenlicht, dat is dat beter. Ik heb hem dus weer in bad gestopt. Weer een nieuw pipetje gegeven in zijn nek hier gisteren. Dus ik hoop dat ze nu weg zijn. Er waren ook wat mensen die zeiden van, is jullie huis wel schoon? Maar serieus, we maken echt heel vaak schoon. De zetels worden uitgestofzuigd en shit.
Lakens worden elke week verschoond, dekentjes worden gewassen. Ze zijn ook allemaal expres een keertje nog gewassen nadat ze het wisten van Dottie. Dus op zich zou er niks binnen mogen zitten. Ik blijf erbij dat het van beneden, van het meisje hier beneden met de hond komt. Maar goed. Het is intussen, hoe heet het? 9:50. Wow, ik kon even de klok niet meer lezen ofzo. En ik ben eventjes mijn boekhouding aan het doen. Dank je. Boekhouding. Yep, boekhouding. Zeg maar de dingetjes van werk die ik heb een beetje aan het sorteren. En aan het kijken wat allemaal klopt. Ik heb allemaal van die mooie blaadjes voor me. maar goed. Er is ook een video aan het inladen die ik zo meteen kan beginnen bewerken. Verder in. Ziezo mensen, we zijn 40 minuten verder en de eerste video is geëdit. Telefoon. Oh jee. Het is los! Ja, het begint los te komen. Dat ga ik niet veel vertellen. Ik heb trouwens kijk wel eens mijn planning tot september. Fucking september! Ah, ik kan nog in geswitcht worden, maar het gelijk dat je dat doet, vriend. Dit kan sowieso geen kwaad, want moest hij echt op dit alleen liggen, zou ik het niet fijn vinden met deze steen. Ik heb op zich geen kwaad, het is gewoon een verwarmde steen. Vriendje. Oh, zo warm. Niet vallen, hè. Het is echt zo slecht als je vroeg wakker bent, dan zou je echt de hele dag door beginnen eten. Dat heb ik toch in ieder geval. Ook al weet ik altijd dat de bedoeling is dat je kleine porties eet, maar de drang om nu zeg maar yoghurt te nemen is best wel groot. Yoghurt is op zich ook niet slecht, maar ik moet een beetje minderen. Ik wil echt weer afvallen. Ik ben echt zo breed geworden weer in een jaar tijd. Echt te breed. Kijk. Mijn buik is echt een beetje. Ik wil echt, ik wil weer gaan afvallen. En ook om medische redenen nu ben ik ook een beetje bijgekomen weer. Daar kan ik zelf niet veel aan veranderen, sorry. Maar ik wil echt kijken om weer een beetje te gaan opletten wat ik eet vooral. En misschien weer een beetje sporten. Want eigenlijk sinds zomer 2014 ben ik gestopt met sporten. Sinds ik zit ken. Omdat vanaf die momenten ging ik altijd praten en appen en zo. En daarvoor was ik altijd zielig alleen hier in mijn kamer en kon ik gewoon oefeningen doen. Maar ja, dat is toen weggevallen. En een beetje slecht dat ik dat heb laten vallen. Want ik deed echt 3 workouts per week of zo hier thuis. Dus het ging dan van dansen tot apps, oefeningen, zeg maar. Voor gewoon echt, ik matte mezelf gewoon af. Als ik gewoon iemand had die met mij naar de fitness wou, dan ging ik dat naar de sportschool beter. Ging ik dat doen. Maar mijn moeder die ziet het totaal niet zitten, want die denkt dat het daar volop met marginale mensen. En bodybuilders die uitlachen, maar ik snap niet van waar ze daarmee komt. Want in een gym is iedereen toch om te sporten en om zich goed te voelen en beter te worden. Dus waarom zou je dan lachen? Ik bedoel, het is toch net goed dat je erheen gaat en zo. Maar ja, zij wil het niet geloven, zij vindt. Clearblue, de enige test die schat hoeveel weken je al zwanger bent. Ik haat reclames. It's next on food! Una spaghetti bolognese voor Stephanie. Dank u wel. Oké, en nu is het wel aan het sneeuwen. Fuck you, snow. Damn. Een beetje de, hoe heet het, stalker van dienst weer, want ik zag daar straks dat Ahmed ging vliegen en dan ben ik zo'n sneak die dus ook effectief gaat opzoeken wanneer dat hij gaat vliegen en dan kwam ik bij dit, dus hij gaat naar Amman, dus de, met KLM als het goed is, denk ik, ik weet het niet, maar dit was zijn vertrektijd, dat klopt al, want 50-tal minuten geleden was hij nog online en het is nu 2:30, dus dat kan. Toen zat hij net in het vliegtuig. En kijk, ik ben hem ook aan het hogen. Oh, wait. En kijk, ik ben hem ook aan het volgen op de vliegtuig-app. Ja. Hier, lekker hoog in de lucht.
Say hi. Hey. Wat ben je aan het doen? Sims 4, want er is een nieuwe Sims. Kunnen jullie me wel horen? Ja. Er is een nieuwe Sims. Mm-hmm. Met peuters en daar ben ik helemaal verliefd op. Kijk, wacht, ik laat het zien, hè? Wat? Ja. Kijk hoe schattig. Oh, wait, andersom. Ja. Yeah. Peuters. Dus als je Sims 4 hebt geüpdatet, nou. Yep, ik heb een mokka. Wat cute. Dus ja. Dan zit ik al heerlijk mee. Ja, same. Ik ben net gestopt. Nu ga ik me opmaken. Voor de video. Leuk. Zo, de video staat er ook op. En nu de shit opruimen. En... Het is al 4 uur. Are you doing Sims? Yeah. Yeah. Steeds. Ja, nog steeds. Zijn ons laat. Ja, klopt. Maar goed, tot ziens.